De regio Hagelanden had maandagochtend flink te kampen met wateroverlast. Meerdere straten in Delft werden afgesloten vanwege de regenval. In Maasland is een parallelweg langs de A20 afgesloten, doordat een gesprongen waterleiding ervoor zorgde dat de afrit onbegaanbaar werd. Bij de brandweer komen veel meldingen binnen over ondergelopen kelders en straten die blank staan. Een 54-jarige vrouw die zondagmiddag werd mishandeld op de Voorweg in Zoetermeer, is in de nacht van zondag op maandag aan haar verwondingen overleden. Wat de aanleiding voor de mishandeling was, is niet bekend. Van de dader ontbreekt elk spoor. De politie roept getuigen op zich te melden. De man die gisteravond op de markt in Arnhem is doodgeschoten, is een 48-jarige man uit Den Haag. De aanleiding zou een schietpartij zijn die 10 jaar geleden plaatsvond en waarbij de dader door het Haagse slachtoffer ernstig verwond zou zijn. Er zijn 2 mannen opgepakt voor de moord. In Noordwijk is zondag het startschot gegeven voor het 3e European Sand Sculptures Festival. Kunstenaars uit heel Europa zullen de komende dagen zandsculpturen maken rond het thema Space Sculptures. De winnaar wordt op vrijdag 27 augustus bekendgemaakt. Daarna zijn de zandsculpturen tot begin oktober te bezichtigen voor het publiek.